Dat is hetzelfde als dat bijen op honing afkomen. Op het moment dat je de enige stad bent waar je nog bedelen toestaat, dan heeft dat dan is dat een enorme aantrekkingskracht en dan zullen alle mensen gewoon hier naartoe komen. Vrienden, ga je ook nog aan de kant of niet, weet je? Jullie staan de kant, echt waar, jullie staan de weg, alles. En wanneer iemand fout doet, durf ik nog wat te zeggen. Lopen meerdere mensen, alsjeblieft, heen. Ik heb net de bos gaan mijn spullen kwijt. Ik heb nog een grote bek ook, joh. Flik af met jullie, man. Nou, zo gaat het hier af en toe. Als je hier de stad in loopt, dan word je wel 4, 5, 6 keer lastiggevallen om wat geld te doneren. Ik vind nog geen visitekaartje voor de stad, nee, absoluut niet. Dat moet voor ons niet langer meer kunnen. Hè. Moeten we gewoon kijken of er een bedelverbod ingevoerd kan worden. Omdat inderdaad klanten langzaam mijn winkel gaan mijden, omdat ze gewoon bang zijn. Ja, ik weet toevallig dat een van de vaste harde kern, zeg maar, die altijd bij mij voor de deur staat, tussen de 100 en 130 euro per dag ophaalt. En dan hoeft hij maar 4 uurtjes voor te werken. Nog niet zo'n slechte baan dan? Nee, die verdient meer als mij.